leuk dat jij naar deze vlog van mij, want vandaag ga ik weer laten zien wat ik aan het doen ben. Dus veel plezier met kijken! Zit je nog op vakantie te gaan? Nee. Nou ja, ik weet zeker dat jij goed voor wel zal zorgen. Die is heel mooi, prachtig. Nee, even poetsen. Die had ik nou nog niet zeggen, maar ik ga fans verrassen. Met leuke kerstjes. Nou, toch zo handig zo'n boekrinkje hoor. Wat? Leuk. En hoe heet je? Oh, ik heet Eva Beeltje Bel. Ik heb zo'n Nee, wat moet echt een naam zijn? Wat, het moet een echte naam zijn. Hoe heet jij dan? Oké. Ja, dat is stom. Ik kon wel uit meer dingen kiezen. Aan de andere kant. Heb je de frontriem nog niet omgewisseld? Ja. De frontriem? Nee, die zit er niet meer uit. Ja, dat is waar. Dus ik vind die deken aan je beugels vind ik echt een slecht idee. Okay. Dus ik wil die er echt af hebben. Waarom ik het een slecht idee vind, kan ik niet echt zeggen. Maar mijn onderbuikgevoel zegt, het is gewoon geen goed idee. Wat is onderbuikgevoel? Onderbuikgevoel is dat je niet kan vertellen waarom het zo is, maar dat is gewoon zo. En misschien is het helemaal geen slecht idee, maar het voelt ook een slecht idee. Dat moet je niet doen, hè? Nee. Oh, ja. Ugh. Je hebt een extra lijntje van mij, hè? Ja. Zelf je ding houden. Maar zo groot mogelijk volgen. 50? Nee, dit is geen 50 meter, tot 10 zijn. 10 meter. 10, nee, dit is 10 meter. Je hebt 10 meter. Je hebt van 50, dan naar 30, daarna naar 20, daarna naar 10. Nou, het meestal is verkoolte gewoon 20 meter. Weet je meer naar buiten? Dit is ongeveer 20 meter, denk ik. Nee, ik ga even naar jou toe. Dat wil ik niet. Sturen. Ja, maar ik heb mijn telefoon in mijn zak. Oh. Ik ga niet. Wat dacht je dan? Ik denk, wat ben je nou weer allemaal aan het doen? Nou, hobbelen. Kom mee, pony. Ik ga de hele tijd kijken of Ferns niet kwam. Dan zei ik, Fer, je mag zo pas komen. Bel, zal ik je alvast één tip geven? Zo hoog gaan wij niet springen. Nu nog het oordingetje in, dan sta ik al helemaal klaar. Dan ver is dadelijk gelijk. Oh. Tessa heeft een mooie
En Ferens heeft iets heel vies in zijn mond. Ja. Het is in ieder geval ongezond. Of het vies is, dat durf ik dan nog wel te betwijfelen. Wil je er even afkomen of is het misschien iets makkelijker? Moet ik er afkomen? Ja, kom maar. Ik wil maar even pauze. Wel gelijk overal kerstversiering hebben. Doe je de achterste dingen ook uit? Ik eet Mars. Ja, Mars is vies. Waarom is dat vies? Tot dat spul boven de karamel. Onder de karamel. Ja, oké, okay, dat is chocola. De chocolademousse. De achterdingen nog. Een rechte remgelop. Nee, geen remgelop vandaag. Oh, vandaag ook. Wil je even de achterste dingen gaan halen? Ja, dat wil ik. En doe ook maar er gelijk de voorste, want dadelijk zak ze allemaal af en dan heb ik een probleem. Moet dat eraf? Ja, deze zak, de voorste zak. Nee. Ga maar, het is goed zo. Zo, kom maar mee, pony. Ik durf wel aan de linker regelop, maar dat ga ik maar ook niet doen. Mijn pony is vandaag een beetje moe. Is een beetje moe. Oh ja, draf. Ik zei al gelijk galop. Maar oké, draf. 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 Oh. Wat zit er goed op? Wat zit er een beetje los? Je hoofd? Oh. Oh. Ga daar maar even heen. Ja, nou, wat zat dan niet goed? Nee, ja, alles valt bij jou, zit niet goed. Oh. Ik dacht dat je het niet zat. Zo, keurig. Zo. Bedankt voor het kijken. Geef gewoon een duimpje omhoog. En vond je dit leuk? Laat het dan hier beneden weten in de comments. Tot we het nog vaker kunnen doen bijvoorbeeld. Dus tot de volgende keer. Doei!